Ja, vrienden. Jut die zegt tegen mij, ja, kijk nou even gezellig mee. Dus ik heb zitten kijken nu naar Married at First Sight. Naar een of andere datingshow. Ja, nee, dat is gewoon een datingshow. En daar hebben ze er een sausje overheen gegooid van dat je dan zogenaamd getrouwd bent. Weet je wel, dat is hem dan. En wat lollige is van het programma, want dat kun je wel zien, dat die mensen die schieten vol en die beginnen allemaal te huilen. En er is enorme verwarring bij die lui tussen fictie en werkelijkheid. Maar goed, in ieder geval bijzonder leuk om naar te kijken, toch? En wat hebben we daar gezien nou? Ja, niet denk nou niet, even tussendoor, dat ik elke keer verslag uitbreng over die Married at First Sight. En zo leuk vind ik het allemaal niet, hoor. Maar ik moest even er toch iets over zeggen. Want er loopt nu een gozer in dat programma. Ene Martijn. Die alleen maar bezig is, zag ik, met zijn haar. Een gelletje en nog een spiegel. En nog een spiegel. En ja, dus die Martijn die noemen we eventjes voor het gemak dan toch maar. Zit mijn haar wel goed? En zit mijn haar wel goed? Die is zo verschrikkelijk vol van zichzelf, want ja, die hele tijd maar een spiegeltje, even dit zo, en nog een keer, en die, en dan moet hij weer overdwars, en dat hij een soort vogelnestje heeft, weet je wel, die, ja, en, nou ja, goed, die vindt zichzelf geweldig, natuurlijk, als je de hele dag maar zo verschrikkelijk met jezelf bezig bent, dan vind je jezelf super. Nou, en die gozer, die is 50, moet je nagaan, 50 jaar, en die loopt het nog zo aan te stellen. En die gaat dan met ene Nicole. Nou ja, goed, die Nicole is dan van het type feestbeest. Nou ja, het type feestbeest, die vragen er dus om altijd tegen de foute man op te lopen. Nou, dat hebben we dus nu aan de hand met deze Sip Havelgoed. Want Sip Havelgoed, die voelt zichzelf ook behoorlijk macho. Zit me wel goed. Heeft het allemaal wel heel erg onder controle. Is eigenlijk nog een beetje, zullen we maar zeggen, een player. Ja, die, weet je wel. Van, ik kan de vrouwtjes heel makkelijk versieren. En deze player, maar die is al 50. Die is veel te oud voor de rol van de player. En daarom is hij dus constant nog bezig met zijn mamengoed. Ja, ja. En daarbij is hij ook nog eens een keertje vervelend. Deze zijn mamengoed. Ja, hij valt in de categorie goed vervelend. Hij is de overtreffende trap van vervelend, ja. En die Nicole, feestbeestje, ja, die heeft dat volgens mij nog even niet in de gaten. En we gaan binnenkort gaan we zien dat dit een enorme mislukking wordt. Ja, het gaat echt niks worden tussen feestbeestje en zit maar goed.